weekend van 22 en 23 oktober mogen bezoekers in het kader van de Gelderse Museumdagen voor 1 euro naar 4 Nijmeegse musea. In het museum kunnen bezoekers meemaken hoe het is om blind te zijn. De collectie van het Velorama bevat verschillende fietsen, zoals originele loopfietsen, velocipedes en hoge bies. Het Natuurmuseum staat open voor bezoekers met interesse voor natuurhistorische objecten uit de regio. En in Museum het Valkhof is onder meer een expositie over de gladiatoren te zien. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.